Yo, what up, mijn jongens? Het is tijd. De hoogste tijd. Om deze aflevering 7 te starten met een confrontatie. Dit is echt letterlijk de plek, die boomstammetjes waar ik de vorige part eindigde. Het is gewoon een van de captains. We gaan zien of we hem kunnen neerhalen. Die guy heet Ota Flashburner. En we krijgen daar een special reward voor. Ik denk een rune. Hij ziet er best wel ziek uit, zoals je ziet. Het is een elite captain. Hij heeft echt een gek ding op zijn koppie. En ja, eigenlijk komt het erop neer. What a time to be alive. What a time to eat a bami schijf. Right? Yes, let's go. Welkom terug. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support show door eventjes te liken. And let's go, guys. Ik ken deze guy niet, ik weet ook niet wat zijn strengths zijn. En zijn weaknesses. Crush his fight! Going on? I wonder which of us will kill you first. You don't skill him. You've no idea my skills, Ranger! Heerlijk dit! Surround him! Hey! What the fuck, ouwe? Nee! Waarom krijg ik geen kans om dit te doen? Dit is onzin, right? Dit kunnen we zo easy... Oh, dit kunnen we zo easy halen. What the fuck? Ik vind het echt kut. Wat was dit voor lame ass shit dan? Ah, kom op nou. Onzin, ik ben het er niet mee eens. Ja hoor! Oké, ik krijg nu info over dit joch. Wow, hij is fucking goor, man. Vlieg om hem heen, hij is super ranzig. Oké. Nou, laten we hierheen sneaken. Ik wil sowieso deze dude neerhalen, want dit is natuurlijk onzin dat hij... Dat hij me net versloeg. Het was gewoon letterlijk een explosie. Het is echt onzin. Hij kan zo makkelijk neer worden gehaald. Hij is totaal niet lastig. Kom maar op. Time for murder!
useless ranger! What have you raised the beacon? Kom maar op dan! So I'll kill you and you come back? Don't seem very smart. Nou, eigenlijk wel. Ik had je al bijna, motherfucker. Hoppa! De man is neer, Excel. Hij is niet lastig. Ik snap gewoon niet waarom het net al niet lukte. By the trail of dead they shall know me. Nou, zoals we allemaal weten. Even kijken hoor, even sneaken. Held erbij. Lekker, ze staan allemaal om een kampvuur, ik weet niet waarom. Maar zoals we allemaal weten, gaan we een story mission doen vandaag. Namelijk deze. Daar gaan we ook gewoon heen. Ik denk dat ik ook met zo'n beest ga. Want waarom ook niet? Oh, er zit trouwens niemand in. Dus het wordt lastig om met een beest te gaan. We moeten daarheen. Nou, laten we er dan maar heen rennen. Ik ben benieuwd, jongens. De volgende warchief, de story. Hey, is dit een van de leiders? Sowieso, dit is een van de leiders. Valdus. Totaal niet sterk. Ja, ofwel. We gaan het zien. You can't bloody... Oh! Max Sly! Ready for me to crush you like a rotten fruit, you shrug! What the fuck doet deze guy hier ook? You're finished! Meer is hij! Heerlijk! En zijn power is overgenomen. Eens even kijken. Bare as bones. Hé, hey, maar huh? Is dit nou gewoon dezelfde? You what, mate? Ja, het zal. Nou, het zal. Hey, go! Hier is een plantje, daar kunnen we even health bijvullen en dan kunnen we meteen verder met de game. Want we zijn natuurlijk op weg naar een story mission. Vonden jullie mijn intro trouwens niet heel leuk? What a time to be alive, what a time to eat a bami schijf. Is toch mooi, man? Het zou helemaal mooi zijn als jullie weten waarvan het is, dan zijn jullie echt helden. Ja, ik wil dit best wel doen en daarna gaan we meteen de story doen, dus kom maar op. Hij heeft wel hetzelfde haar als mij, in het echt dan. Clear
claw means nothing! Time for a serious thing! Dit is zo fucked up, hè. Als ze er allemaal mee gaan bemoeien, fuck even af, hé. Hoppa! Het is gewoon gelukt, ouwe. Hier! Hoppakee! Poisoned. Retreating, dacht het niet, ouwe. Kom hier jij. Bam! Hier, kopie eraf. Fuck jou, niks retreating. Fuck off, dude. Hoppa, en dan wil ik info over deze Mongol. Oh, hij... Holy shit, het lijkt alsof hij is teruggekeerd. Ik herken hem ergens van. Tarak of the Pit. Maar goed, we hebben hier een rune. Ik vond het eigenlijk wel heel erg vet. Echt wel heel erg gruwelijk. Dus ja, laten we deze actie voortzetten, maar dan in de main story. Dat lijkt me toch wel een hoogtepunt. Oh, iemand heeft me door. Yo, dude. Kom dan. Thank you, Major. You will not win here! Hey, heerlijke skills. Ik kan trouwens hier nog een bloemetje oppakken voor mezelf, zodat ik full health aan de slag kan gaan met de story mission. Maar deze part begint episch. Hoeveel leaders zijn er al neer, joh? Als we straks naar het overzicht kijken, dat zijn er echt al veel. Allemaal onthoofde guys. Kijk maar, als je hier kijkt. Sauron's army. Het beginnen er steeds minder te worden. Dus ik begin toch wel beter ook te worden in de game. Logisch ook. Dan hebben we hier nog... Deze bullshit. Die kunnen we veranderen naar die 22%. Eerst was het 16, nu 22. En bij de daggers... automatic critical, 46% to terrify more people. Als je zo'n brutalized skill doet met driehoekje. Laten we even kijken wat de rest dan doet. Wat is nu nieuw?
Oh, ja. Nee, ik vind het eigenlijk wel prima zo. Upgrades dan wel. Ik heb namelijk 1 ability point, dus die kan ik spenderen in. Wat is dit voor skill? Oh, dat is heel fijn. Dit gaat veel sneller nu. Ja, dit gaat veel sneller nu. Dat is zo handig, want wat ik heel erg merk is dat mensen me hitten als ik zo'n ground execution doe. Dan raken ze me. Dan moet ik op driehoekje klikken en dan cancel ik die execution. Dus dit is een hele goede skill. Daar ben ik wel blij mee. Nou, oké, laten we verder gaan, guys. Tijd om die guy neer te halen. Strike from above. This war chief lives in fear. Bring death from above to drive him into the open. Oeh. Klinkt episch. En dit zijn kills waar ik altijd wel gewoon goed in ben. Dus hier heb ik eigenlijk ook wel zin in. There's no going to barrels here. Then they make us take the same barrels back there. What's in these barrels anyway? What? Did you hear that? What the fuck? Wat komt hij nou weer doen? Uruk search all Mordor to kill man if have to. Waarom ben ik down? Fuck! Hoppakeetje! En de rest boeit me allemaal niet. Oké dan, en hij kan ook wel neer. Oh, brutalize. Dat zijn er 2. Dit is perfect. Want nou kan ik ook meteen deze weer oppakken. Dit is een extra rune. Wat is dit voor rune? Oké, dat is duidelijk. Ik zit wel full health. Dit gaat goed gewoon tot nu toe. Dus ik heb en een onverwachte leider neergehaald. En ik kan hem erachteraan gooien, of niet? Net niet. I see the ranger! Almost to it! Nowhere!
Wegwezen hier. Oké, okay, extra elf shot. Nu moet ik naar die guys toe met het goud. Hier staat hij. Hij gaat neer straks. Lekker mannen. Oké, okay, nou heb ik de aandacht. He has arrived. More. Oké, en waar kan hij niet tegen? Mormog. Oh ja, hij kan ook ranged attacks. Kan hij ook niet tegen? We've got a killer lurking around. Manspell! I ought to pin you down and drop a Caragor on your head. Jezus, wat een drukte opeens hier. Fuck even me af. Bijna. He's gone, ouwe. Hij kon niet tegen range, dus we hebben hem gewoon neergehaald met range. De allereerste keer dat dit ook lukt. Veel te lijp. KO, baby. Oh, kijk hoe zielig ook. Deze slaaf zit er gewoon daarachter. Nou, bizar. Ik wist niet eens dat ik Fire Arrow had, überhaupt. Hoe gebruik je Fire Arrow dan? Never knew, dudes. Never knew. Ik zal trouwens even mijn held aanvullen. Door dit plantje op te pakken. Even kijken hoor. Sowieso 11 shot. En dit ben ik van plan. Sick one. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu een nieuwe boss aanzetten. Laten we eens even kijken. Sauron's Army. We gaan nu hem tracken. Kom maar op. Waar ben je? Wat voor guy is dit? Oeh, hij is helemaal gek. Damage, combat, finisher en range. Hij kan ook niet tegen range, deze man. Dat komt waarschijnlijk omdat ze geen helmpjes dragen. Ik weet het niet. Als dit ook nog deze aflevering lukt, dan heb ik wel echt mazzel.
kijken. Die hebben we nu erbij. Lekker man. En laten we even kijken wat er nog meer allemaal te doen is hier. Zodat we gewoon meteen er klaar mee zijn misschien. Oh, hij bevindt zich ook gewoon hier. In dezelfde area. Dan doen we dat wel gewoon. Weet je wat? We gaan de part eindigen. Want we zijn nog een beetje... denk ik 10 minuutjes kunnen we nog doen. Nog een beetje bezig hier. Dus dan doe ik gewoon artifact. Artifact. En hem. Dus dan markeren we hem gewoon als target. Nee, niet als waypoint. Daar op de waypoint. Lekker. En dan kijk ik precies op de map. Ah, hij. Hem moeten we dan selecteren. Ledback Evil Eye. En hij kan... niet tegen combat finishers en kan niet tegen Karagors. Dus hij heeft inderdaad een gek oogie. Maar we rijden toevallig op een Karagor, dus dat komt perfect uit. En hij heeft zo'n poison zwaard, zoals je ziet. Ja, dit komt perfect uit. Dit komt perfect uit. En dat valt me trouwens op. Kijk die eerste hele rij. Er zijn weer allemaal nieuwe gasten. Het is echt belachelijk. Artifact pakken. I love seeing our hunters dying up on their victims. One hunter's bad enough, but a group of them knows they want that. Even kijken, waar kan ik die mee? Oh, hier toevallig. You a fellas? Nou, is fucking mooi boek ook. Gekke shit. Even verder is nog iets heel close. One day travel the Anduin. When Deerhyle was grown, we would go together. And we would behold the pillars of the king. Nice. Met die muur ben ik denk ik echt nog wel even bezig, hoor. I hope that Hirgon's people can escape. I do not know where you shall see your family again. The doom of man is beyond the vision of the elves. Risk from afar, with an archer armed with a gun. Wie de fuck is dit trouwens? Oh, wat een engert. Check zijn hoofd. Holy shit, dat is fucking eng. En wie is hij? Schoon. Wow, okay, do we? Few battle report. Wat doet dat met de ranglijsten? Ja, doei. Ah, niks dus. Hij ook al. You'll not dive on me, little sparrow. Dit is perfect. Dit is perfect. Ik kon de part niet beter eindigen, to be honest. Wie is dit nu die doodgaat? Hij had net een helmpje gekregen. Hij was zo trots en nu is hij neer. It is done. Oh,
het ging allemaal om één artefact. Ongelooflijk. Oké, perfect. Dit hebben we nu ook allemaal gedaan. You've let me into your homes. If we could have trusted each other, maybe Hirgon would not have needed to desert us. Maybe together we would have been ready when Sauron returned. Even without the fell influence of the Dark Lord. Oh, the jaws of death. Mankind shall never know the end. Kom hier dan, dan maak ik jou ook mee. Lekker man, nou is hij ook van mij. Oh, al die Karagors, die kwamen daar op dat vlees af. Veel te lijp. En nou kunnen we de volgende part, deze guy, starten. Deze missie nu. En ik zie hier heel veel gasten. Oké, dan lekker jongens. En die hoort ook bij mij. Wauw. Veel te sick. Ik moet wel oppassen dat ik nu word aangerold. Bedankt voor het kijken naar deze episode. Ik vond het heel tof. Dit was episode 7. En ja, tot de volgende eigenlijk. Waar ik verder ga met de story, guys. Later.